Goedemorgen allemaal. Vandaag is weer een superleuke dag. Ik ben nog even aan het opmaken. Maak het even af. Maar vandaag is echt een ontzettend leuke dag. Want vandaag ga ik naar de musical Billy Elliot. Samen met een vriendin van mij, Lisa. Gaan wij dus naar... Oh, sorry, ik film heel raar. Maar gaan we dus naar Billy Elliot vanmiddag. En ik ben me nu dus aan het klaarmaken. Ik moet zo bijna fietsen naar het station. Want we moeten de trein van 10:30 halen voor de matinee show. Want het is wel iets van ongeveer 2,5 uur reizen. 3 uur zelfs. 3 uur zelfs. Dus dat duurt nog wel even. En ja. Ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat ik zo wel klaar ben. Ik heb echt verschrikkelijk licht, dus ik kan het niet goed zien. Maar ik ga snel mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik fietsen naar het station. En ik trek ondertussen even mijn schoenen aan, want ik moet zo weg. Maar ja, we gaan dus naar Scheveningen. We moeten de trein van 10:30 halen. En dan gaan we dus naar de musical Billy Elliot. En oh, ik heb er zoveel zin in. Ik moet wel bekennen dat ik hem al wel 2 keer heb gezien. Ik ben al een keer met mijn moeder geweest en een vriendin van mij. En dan een keer met mijn vader. Dus dit wordt de 3e keer. Maar het was een verjaardagscadeau van mijn moeder. En we hadden 50% korting. Dus dat scheelt heel veel. En... Nou ja, het is ook zo'n ontzettend mooie musical dat je er echt geen genoeg van krijgt. Je kan hem nog wel, 100 keer is misschien een beetje veel. Maar de musical meerdere keren zien is echt niet erg, want hij is zo prachtig. Hij staat bij mij momenteel echt op nummer 1 van alle musicals die ik heb gezien. Maar wel op de gedeelde eerste plaats. Samen met Siske Drat, want die vond ik ook heel mooi. Daar was ik toen echt helemaal weg van. Dus, ik kan niet wachten. Ik moet wel een beetje opschieten, want het is nu wel 10 uur. En ik moet zo gaan fietsen, omdat ik op tijd ben. Ik heb mijn schoenen aan en ik ben er klaar voor. En ik heb er heel, heel veel zin in. En ik ben zo benieuwd wat mijn vriendin vanmiddag van de show vindt. Want ik ben natuurlijk helemaal enthousiast over de voorstelling. En ik hoop zij ook. Maar ik ga nu fietsen en ik zie jullie zo. Ik zit nu dus op de fiets naar het station. Het moet hebben super mooi weer bij. Dus ik hoop dat het de hele dag zo blijft. Oké, ik ben nu dus op het station en het is echt, echt heerlijk weer. Ik heb het zelfs echt warm op dit moment. Maar als de zon achter de wolken is, is het wel meteen een heel groot verschil. Maar ik word er helemaal gelukkig van, helemaal blij van dit weer. Want het is echt oprecht warm, dus ik ben blij dat ik niet mijn dikke winterjas heb aangetrokken. En ik ga nu eens even kijken waar Lisa is op het station. Oké, wij moeten de trein van 10:32 naar Rotterdam Centraal. En dan moeten we uit bij Utrecht en dan overstappen. Op de trein naar Den Haag. Hoi! Yeah. Oké, we zijn dus op Den Haag Centraal net aangekomen. En we gaan nu eerst even op zoek naar wat eten. En ja, de reis duurde iets langer dan gepland. Maar we zijn wel veilig aangekomen hoor. Dus dat is mooi. Oké, eerst eten. Straks. Nee. Het is allemaal super leeg. Hoe spannend, hè? We kunnen niks lekkers vinden. Nee. Oké, naar de andere. Ja. Eten! Mozzarella en Benham. Oh ja, Benham. Ik dacht al, wat heb je ook alweer? Ja, dat is voor mij is broodje, tomaat, mozzarella en pesto. En bij jou? Veenham en mosterd, volgens mij. Zoiets. Dus nu hebben we ons eten. En kunnen we ons avontuur voorstellen. Op weg naar Steven. Ja, want we zijn er niet. We moeten nog met de tram. Een stukje. Nee, we zijn er. We zijn er! We zijn veilig en wel aangekomen. Na een hele lange reis, dagenlang reizen zonder water en eten, zijn we eindelijk aangekomen in Scheveningen. We zijn helemaal vermagerd en uitgedroogd en zo. Nee, maar we zijn nu bij het Circus Theater en we hebben volgens mij nog best wel lange tijd voordat de voorstelling daadwerkelijk begint. 3 kwartier. Oh, 3 kwartier. Oh, dat valt nog mee, ik dacht langer. Maar we hebben ontzettend veel zin in en het is heerlijk weer, dus we kunnen eerst nog even buiten zitten. In het zonnetje. In het zonnetje. En, nou ja, ik heb er zin in. Ik ook.
Ja? Ja? Ben je benieuwd hoe het is? Want ik weet natuurlijk al hoe het is. Het is heel erg leuk, heel geweldig. Maar... ik ben benieuwd. Vast wel. Komt goed. Ik heb er zin in. Ja. Oké, okay, laten we eerst in de zon gaan zitten. Ja. Goed idee. Vertel eens, denk jij dat je zo goed kan dansen als Billy? Tuurlijk. Ik ook. Sowieso. Echt. Ja. Wow. Eigenlijk had ik prima mee kunnen doen. Ja, waarom ben jij eigenlijk geen Billy geworden? Ik was te oud. Oh ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ik was te bruin. Deze moet zich nog even uitleven. Ja, ik moet nog even. Doei! Oké, het is nu pauze en de eerste act is afgelopen. En hoe vond je het? Tot nu toe. Heel leuk. Ja, het is echt heel leuk. Ik heb helemaal kriebels voor de voorstelling, zoals altijd. Het is super stom, maar het is echt heel mooi weer. En volgens mij moet er iemand langs. Zeker. Dus op naar het tweede. Dan zie je het. Hi. De show is alweer afgelopen. Ja. Vond je het? Moest je huilen? Ja. Hoe vond je het? Stom. Oh, nou. Neem ik jou ook nooit meer mee. Het was heel leuk. Ja, het was heel leuk. En ik moest alweer huilen. En de cast was heel goed. En dan wil ik daar ook weer staan. Dan mis ik het. Dus ik afgelopen weekend alweer. En dan wil ik het nog veel vaker doen. Stiekem ook even op het podium staan, toch? Ja, stiekem heb ik even de tweede acte meegedanst. Als boom zo. Ja, als boom. Was maar waar. En nu gaan we naar huis. Ja, we moeten vast nog ergens even wat eten. Ja. Even eten. En dan weer naar huis. 3 uur lang. Maar we willen nog niet huis, we willen gewoon nog een keer zelf optreden. Oké, okay, wij gaan op snel wat eten. Doei! Doei! Wij hebben even... wij hebben even Julia's gescoord, dus nu gaan we lekker eten. En dan gaan we weer op zoek naar welke tuin we moeten. Eerst lekker eten. Eerst lekker eten. Het ziet er goed uit. Eet smakelijk. Dank je. Nee, dan zeg ik, ga je maar weer terug. En dan doet het, dan ben ik dat heel snel. In de trein. Hoi, ik heb weer flauw idee of jullie me kunnen zien. Maar ik ben onderhand terug in Assen na de terugreis. En nou, Lisa en ik ben in de trein allebei. Maar het is nu lekker op weg naar huis of iets. Maar het was zo'n ontzettend leuke dag. Ik heb er echt heel erg genoten. Het is nu wel echt heel, heel koud op de fiets. En volgens mij kan je me echt voor geen meter zien. Het is ook nog eens een nadeel van het donker zijn. En ik weet niet waar ik langs moet. Alles is afgezet. Oh, hier. Sorry, ik moet echt heel erg rennen. Ik snap de weg even niet meer. Ik ben weer thuis. Ik heb mijn comfortabele kleding aangetrokken. En ik ga nog even gewoon lekker nagenieten van deze dag. Wauw. Zelfs de derde keer. Wat een show. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wauw, wat een show. Het is zo prachtig. Zo puur. Het is zo mooi gemaakt. Het is grappig. Het is zielig. Het is mooi. Het is een hart ook best wel. Maar dat maakt niks uit, want het past erbij. En dat maakt het ook zo zijn eigen ding, zeg maar. En oh, de show heeft goede idealen erin, boodschappen meegeven. Oh, het is zo mooi. Ja, dat is het enige wat ik al zeg. Ik kan alleen maar zeggen hoe mooi ik het vind. En wauw.
als ik daar toch eens in kon spelen. Als ik nou nog een kind kon zijn en een jongen, dan zou ik heel graag binnen willen spelen. Maar ja, oh, ik zeg het gewoon nog een keer. Het is zo mooi. Het is zo ontzettend mooi. Ik ben steeds onder de indruk en ik zit gewoon met kriebels in mijn buik te kijken. Zo mooi vind ik het. Ik heb zelf weer een traantje weg moeten pinken bij verschillende scènes. Ik weet niet, want die dansstukken zijn zo mooi. En ik heb zoveel respect. Zo ontzettend veel respect voor de kinderen die erin spelen. Want wauw, wat zijn hun goed. En wat moeten hun veel getraind hebben om al die dingen te kunnen. Echt respect. Want ze doen moeilijke dingen. Ze doen gevaarlijke dingen. En echt hoogstaand ballet wat ze doen. En wat ze laten zien. Het is echt prachtig. En we hadden vandaag Stijn van de Plas. Is dat wel zijn achternaam? Nou, Stijn als Biddy. En hij is zo ontzettend goed. Respect. Natuurlijk zijn alle Biddy's zijn ontzettend goed. Maar ja, hij deed het zo mooi. En hij had zo'n mooi koppie. Ja, echt jonge talenten die daarin zitten hoor. Oh, respect. Kon ik dat maar. Mijn grootste wens dat ik dat kon. Maar nou ja, bij deze sluit ik mijn vlog hier af. En ik zie jullie hopelijk in mijn volgende vlog.